Hanna en Tim een prachtig stel. Maar Tim is al lang niet meer. En ook al redt Hanna het wel, ze gaat op date een eerste keer. Wat onwennig in het begin, toch heeft zij het naar haar zin. En bij het tweede glas Bordeaux gaat haar telefoon. Ze moet naar huis, de baby zit. Hij vraagt haar nummer, toont begrip. Hij vraagt waar sta je geparkeerd. Oh, wat voelt ze zich vereerd. Ze zegt: wandel met me mee. Wandel met me mee. Wandel met me mee. Nooit meer alleen. Thomas kleurt wat in zijn boek. Hij wilde niet alleen gaan slapen. Hij zegt: mama, jij moet mee door de hal tot aan mijn kamer. Hij zegt: wandel met me mee. Wandel met me mee. Wandel met me mee. Nooit meer alleen. Hanna ploft nu zelf in bed. Ze neemt haar telefoon en kijkt. Geen bericht, geen gemist gesprek. Misschien heeft hij geen bereik. De dag erna, niets. De week erop, niets. Nooit meer iets van gehoord. Hanna zucht, ach, het is oké. Ik ben trouwens niet alleen. Thomas en ik, we zijn met drie. Want ook al zie ik Tim dan niet, hij wandelt met ons mee. Wandelt met ons mee. Hij wandelt met ons mee. Nooit meer alleen.